Wat er gebeurt in de streams van Almost Normal. Voor mij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Iemand s'avonds. Ja man, dit is een banger, Brian. Dit is een banger, die moet je echt draaien. Het is een banger. Doe de necklace. Doe de necklace. Hey, doe de necklace. Hey. Oh shit, hij kan het ook gewoon echt ook, hè? Shit. Oké, oh shit, maar wat is dat? Wow! Ik ga echt een hele moeilijke tekening maken. Oh. Oh mijn god. En ik ben klaar. Ik weet het. Ik vind het zo leuk. Maar naast al deze random games deden we ook nog Minecraft. Piet, ik heb wat voor je, Piet. Ik heb wat voor je. Een nieuwe bloem. Wees blij. Oh nee. Hey, ik zweer het, als ik dood ga. Oh nee. Oh nee, er is een Enderman is boos op mij. Hij is bijna dood. Mission failed. Maar ze zijn nu boos op hem. I did it, guys! Ik heb Minecraft voor het eerst uitgespeeld. Kerel, jij bent de poes die ik wil. Hallo? Wow, rustig, kalm! Poes, ik heb vis voor jou. Poes! Yo, dit is echt een turbo poes. Yes. Oh yeah, koetjes. What's up? Yo. Ik moet jullie weer eens even laten seksen, volgens mij. Ik zie het er anders uit. Huh? Josh. Fuck jou, Joshua! Maar zoals Minecraft doe ik ook genoeg andere dingen. Zoals dit. Ik ben er heel blij mee. Ah, het is zo heartwarming. Gewoon even wat gekletst. Waarom ben ik nog single? Ben je nu fucking blij? Ja. Ik maak je meteen een stuk of volwassener. Nolly heel. Oh! Hij was niet clean! Maar dat was een nolly heel! Ik ga geen giveaway doen. Wacht even, ik ga hier ook gewoon eventjes... Gewoon even. Ik ga geen giveaway doen. Oké, guys. Komt ie dan. Ellebogen reveal. Wow. Dit is mijn elleboog. Ik hoop dat je blij bent met mijn elleboog. Joeri, heb je misschien ook een ho nodig? Ik heb wel een probleem. Hello darkness, my old friend. Deed hij dat nou serieus? Oh, Emil! Hoppa, easy op hard, first try! Oh. What?
Wat? frontside 72900 inward sextuple heel. Oh, oh. Ik land in hem. Wow. Oh. Guys. Het spookt hier. Wat? Hey, word ik gehunt? Over hunten gesproken, ik heb ook veel horror games gespeeld, zoals Phasmophobia. En dit is mijn favoriete clip. Ik zal ook een kleine uitleg geven. We zouden het zo serieus mogelijk doen. Voor ene Ruth Martin. En Ruth Martin die is schijnbaar van Mexicaanse afkomst. Maar we weten dus ook niet zeker. Oh, mijn Ruth Martin. Dat is, nou dat weet ik wel. Dit gaat goed komen. Dat is verloren neef van mij. Oké. Wij hebben dus ondernomen dat er kans is op spiritueel contact. A few moments later. Ik heb zijn griep overleefd. COVID gaat mij niks maken. Zegt ook echt een Let op. Wat? 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 Hij loopt gewoon door een Je loopt zo. Mannen, geen probleem. Ik vraag u. Volgens mij weten we wie de imposter is. Un momento, por favor. Silencio, por favor. Ik laat jullie zien hoe echte Mexicaanse mannen echte geesten gaan aanpakken. Dit is de enige manier om Mexicaanse geesten aan te pakken. Ik ga jullie laten zien. Komt ie. Ik heb sinds tijden niet zo hard gelachen als toen, maar naast dat ben ik ook best wel vaak geschrokken. Oh, ik vind het niet leuk. Ik ben bang. Oh, ik ben zo bang. It was at this moment that he knew. He fucked up. Waarom ik weer? Ik heb het echt verneukt. Ah! Yes. Reading room key. Dat is niet goed voor mijn hart. Mijn fucking koptelefoon was ook ineens af. Ja, zoals jullie kunnen zien, het waren een hele hoop clipjes. Er zijn superveel leuke dingen gebeurd. En dit zijn nog niet eens alle clips die zijn gemaakt. Ik moest echt een keuze maken van de clips die ik echt super tof vond. Ik zou zeggen, kom vooral ook lekker een keertje langs bij me op stream. Het is twitch.tv/almostnormal. Linkje staat ook in de beschrijving. Ik hoop dat jij deze video in ieder geval leuk vond. En ik zeg net zoals altijd natuurlijk like, abonneer, reageer. Maar geniet nog even van dit clipje van Joshua, die Frans Bauer zingt. Later. La 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 la. La 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 la